Bijna zo weinig origineel als dit jaaroverzicht begon het jaar 1953. De oliebollenschaal ging als zodanig voor een jaar met verlof. En de dagen begonnen elkaar op te volgen in de gebruikelijke volgorde. Totdat... zal 1953 in de herinnering voortleven als het jaar van de watersnood, die zoveel leed bracht en zoveel schade aanrichtte. Onafscheidelijk daarmee echter zal verbonden blijven de heugenis aan het ontroerend medeleven in binnen- en buitenland, aan de warme spontaniteit waarmee hulp werd geboden en aan de betoonde offervaardigheid. Om een snel herstel van de geteisterde waterkeringen en een spoedige drooglegging van de overstroomde gronden te verwezenlijken, zijn de beste tradities van ons volk gehandhaafd. Het werd lente. Het leven, voor wie het mochten behouden, ging verder. Waar de strijd tegen het water gewonnen was, volgde in de drooggevallen gebieden op kleinere schaal een strijd tegen de modder. Een strijd om het bruikbare te behouden en de huizen gereed te maken voor de terugkeer van de bewoners. Maar hoeveel inspanning het herstel in het rampgebied ook van de rest van Nederland vergde, over de herstelde spoorbanen reden de treinen een Nederland binnen, waar nog kracht was overgebleven om iets te presteren. Eindhoven bijvoorbeeld werd verrijkt met een nieuw station en de Nederlandse taal met het woord hoogspoor. De nieuwe schoorsteen in Heerlen is met zijn 150 meter dan wel een hoogpijp. In het land van de hoogovens werden in 1953 de breedbandfabrieken geopend. Daarmee heeft de industrialisatie een punt bereikt waarop Nederland geheel zelfstandig kan voorzien in zijn behoefte aan blik. Onafhankelijk daarvan kwam de kruiser de Ruiter gereed. Ook in de naam van het zusterschip de Zeven Provinciën herdacht de marine haar glorieus verleden. Met behulp van een lint werd de Ruiters traditie van het kettingstukvaren voortgezet op het nieuwe kanaal dat Almelo met het Twente-Rijnkanaal verbindt en daarmee met de Rijn. Aan de Waal verrees een herbouwd Nijmegen en enkele van de oude torens gaven van hun herstel blijk met wapperende vlaggen. Ook in Utrecht wapperden de vlaggen op het feest van 100 jaar Kromstaf.
Katholiek Nederland herdacht daar het feit dat 100 jaar geleden de bisdommen weer konden worden ingesteld. Helaas liet zijn gezondheid kardinaal de Jong niet toe de feestelijkheden bij te wonen. Het monument dat de dichter Schaapman in zijn verzen oprichtte bleek niet bestand tegen de tijd, maar dit monument eert zijn grootheid als staatsman. Ook Nolens kreeg een zichtbare plaats in de geschiedenis. Nog meer piëteit betoonden de socialisten jegens hun grote voorman Troelstra door zijn beeld te plaatsen in een regenvrije opstelling. Onder de levende grote mannen werd ome Jan van Zutphen 90 jaar. Uit de opbrengst van de koperen stelen van de diamantslijpdoppen bouwde hij zonnestraal, waarmee hij hielp de tuberculose terug te dringen. De mogelijkheden van de microscoop werden vergroot door professor Zernike. Zijn uitvinding van de fase-contrastring stelde hem in staat door een gewone microscoop dingen te zien die voor hem nog niemand had gezien. Ook de KLM won een prijs bij de dienstreis die gezagvoerder Koper naar de Maori's maakte om zich te oefenen in de kunst van het neusjes geven. De Oranje en de Ruis hadden daarbij minder succes. Met een onbeschadigde neus vloog Koper terug naar de hoofdstad, althans naar Amsterdam. Door dit lange baankampioenschap wordt het begrijpelijk dat de KLM het kleinere fladderwerk overlaat aan haar Belgische collega's. Rotterdam kreeg van de Sabena een luchtbusdienst op Brussel. De Maastad kreeg ook het beeld in haar bezit, waarin de beeldhouwer Zadkin heeft uitgedrukt hoe de in het hart getroffen stad zich met bovenmenselijke kracht opricht. Het Groothandelsgebouw is één van de tekenen van Rotterdams levenskracht. Den Haag kreeg met het nieuwe postkantoor de allure van een stad waarin geen plaats is voor bedelaars. Ze opereren nu in de randgemeenten, vermomd. Ook met het nieuwe raadhuis deelde Den Haag in de aanwinsten die het jaar 1953 schonk aan onze grote steden. Amsterdam kreeg professor Vroom. Op het terrein van de sport werd een jarenlange nationale inspanning met succes bekroond. In 1953 bracht het Nederlands elftal een doelpunt voort. Onze grootste vreugde hebben we beleefd toen de laatste dijk werd gedicht. Vreugde ook om het besef dat ons hele volk weer hand in hand heeft gestaan. Zoals eens, in een donkerder tijd, bij een grotere ramp. Bij de afsluiting van 1953 krijgen we een overzicht over het verlies dat het jaar ons bracht. Maar ook over de krachten die in werking zijn gekomen om dat verlies aan te vullen. De oudejaarsavond heeft in vele gezinnen tekenen van de ramp nagelaten. En toch geeft datgene wat we hebben bereikt ons de moed het glas te heffen op het vooruitzicht van een gelukkiger 1954.